morgen. Donderdagmorgen 7 maart. Ik ben even naar de Lidl in België geweest en naar de Horta. En ik denk, ik laat even de boodschappen zien. Dan kan ik ze daarna lekker opruimen. En ik heb iets heel leuks gekocht. Onze grillplaat is een tijdje geleden stuk gegaan. Terwijl we met vlees waren aan het bakken, stopte die er gewoon mee. Dus die hebben we toen weggedaan. En eigenlijk gewacht op een leuke aanbieding of iets anders. En voilà, vandaag scoorde ik goed. Want er stond nog één grillplaat afgeprijsd bij de Lidl in België. En die heb ik. Ik laat hem even zien, want die is zo leuk. Ik denk zelfs dat ik hem ga inpakken. Vind ik gewoon gezellig. Een XXL. Oei. 2000 watt. Ik laat meteen de boodschappen zien. Crackers. Kersjes. Suiker. Mais. Een komkommer. Gehaktballen. Ja, gehaktballen. Een soort van frikandellen. Vleessalade. Kipsalade. Roomkaas. Blikjes met tomatenpuree. Smeerkaaspuntjes. Kippenbouillon. 1,5 kilo kipfilet. Een hele doos met melk. Dit is yoghurt, magere yoghurt. Sommigen van het gezin denken dat dit melk is, dus we moeten even opletten met open draaien. Natuurlijk spinazie. Voor ons als gezin ijsbergsla, kipfilet. Van die smeltkaaslapjes, gehaktballetjes. Dit lijkt een beetje op rookvlees, mager vlees. Lenteuitjes, koffiepads, azijn. En ijsthee voor vierder met perziksmaak. En dan heb ik nog de bodembedekking bij de Horta. Voor de hamster en voor de vogel. En deze is voor de hamster. Die hele grote. En deze hier is voor de vogel. En daar zit van die lekkere anijsgeur in. Want ik ruik hem er doorheen. Het ruikt zo lekker. Het ruikt naar dierenwinkel. En voor jou heb ik niks. Voor jou heb ik niks. Nou, ik ga lekker even alles opruimen. Dan ga ik lekker overal de raampjes openzetten. Buiten is stralend weer. En dan ga ik even met Leo wandelen. En dan ga ik me een boterhammetje maken met een kopje koffie. Kijk, vandaag gezellig met mij mee. Want de anderen zijn er allemaal niet. Hè? De anderen zijn er allemaal niet. En nog leuke kleurplaten voor Queen. Is wel leuk voor Quirino. Kippetjes. Die is leuk. Die is leuk. Zal ik die inpakken? Ik denk het wel. Want ze raden nooit wat erin zit. Echt leuk. Allemaal Lego setjes. Of een hele grote. Dat zou ook leuk zijn. Hè? Ik weet niet wat het is. Dus. Ik kom binnen en het staat hier zo. Heb jij die stagegesprekken gehad vandaag? Ja, ja. En het is nu wel fijn. Nu is alles weer. Wat is het? Rustig. Kun je verrekenen? Ja, nu is die stuk. Oh. Hij is licht en hij rammelt niet. Stofzuiger. Alweer? Nee, ik weet niet. We hebben een goede stofzuiger. Ja, dat klopt. Zou wel zo'n doos kunnen zijn. Maar voor wie is het? Wil je koffie, meid? Ja, ja, ik kom koffie drinken. Dit is voor ons allemaal. Voor ons allemaal? Ja. Ik zal jou koffie maken. De jongens zijn boven. Ja. Ja. Maar wie mag het openmaken? Ik heb het eigenlijk ingepakt, omdat je aan de vorm niet kunt raden wat erin zit. Het is zo lang, dus zo lekker als kies of zo. Een ik kan nu ook niet zeggen dat we momenteel wat in me opkomt iets moeten... Radegraaf, dat zijn de vleugels zo breed. Dus radegraaf is vliegtuig. Mag ik hem openmaken? Ja, je mag hem openmaken. Quirino is een beetje ziek aan het worden. Uh-oh. Een bosplaat! Ja, het staat op de kop. Het staat op de kop. Ik snap het. Die was kapot is gedaan. Ja. Dat is een grote. Dat was een hele lange. Oh, lekker. X, X, Alpina.
Ja, dat is een XXL. Voor de hele tafel. Ja. Kunnen we allemaal het vlees draaien. Oh, lekker. Ja, mooi hè. Wauw. Wauw. Wel echt leuk hoor. Fiona, ja. Jij hebt je beseerd op school. Ja, een vleesplaatje. Een vleesplaat. Ja, een vleesplaat. Kijk, daar is die. Zo lang heb ik nog nooit. Oh, maar kijk, van de andere kant, daar ligt er ook weer op. Dat is veel lekkerder. Zo lang heb ik. Nee, maar die is lang, ja. Die is leuk, ja. Ik krijg gewoon een tomaten op de plaat. Tomaten? 1 meter. Hele tomaten. 1 meter? 1 meter. Zullen we hem eruit halen? Ja, halen we ze eruit. Wacht even. Nee, helemaal lang. Nee, hè? Nee. Was ook zo gek om onze zon ging. Ja, in 1 keer, hè? Na het eten ook nog. Ja, gelukkig wel. Ja, gelukkig nou dit. Het is alleen een beetje vervelend opbergen, hè? Ja, omdat hij zo lang is. Ja. Daar komt hij. Oh, leuk hè? Ja, smal. Ja, heel smal, heel maar smal. Heel lang. Dan past die wel op de tafel. Kun je zo de frikandellen leggen? Hè? Ja, dat past. Ja. Oh. Mooi hè? Weet je wat fijn is? Dan kun je je bord tenminste goed neerzetten, omdat hij zo smal is. Als je dan spettert. Piepschuim. Ja, piepschuim. Kan ik mijn broodjes met ketchup weer maken? Is misschien leuk dit weekend. Ja, zeker. Gaan we het uitproberen. Mooi hoor. Vrijdagavond. En is dat gaatje om al het vet eruit te laten lopen? Oh, ja. Hij ruikt nieuw. Hij zal er een vet. Nu zitten er nog geen krasjes op. Hou eens op. Nee, gaat niet verder. Maar dan kun je zien. Ja, wow. Geweldig. Ja, mooi. Leuk, Ademir. Ja, leuk. En goed lang. Gedaan, man. Maar ik denk dat deze toch kleiner is dan onze eigen grillplaat. Of vertekent dat? Het vertekent, hè. Die van ons die was zo. Maar dan wel een stukje naar hier. Ja, maar dit stuk is dan, moet je dan daarover verdelen? Nee, dan... Ja. Ah, joh, komt goed. Word je ziek? Nou maar, toppertje. Goed gedaan. Had ik niet gedaan. Nee? Nee. Ik dacht eigenlijk iets van schatten of zo voor Saran en tuintje. Kijk in jouw pitsblaadje, Kione. Oh, ik vond echt wel mee. Dat is lekker. Nee, dat is echt zo lekker. Maar. Ik heb het al zo vaak gehad. Waarom moet dit niet dezelfde? Ik vind hem heel mooi. Zeker. Heb je dan zo'n gele kip gezien? Ja. Nee, een kuikentje is geel, de kip niet meer. Je hebt een gele kip gemaakt? Ja. Oh. Gele kippen bestaan niet! Tuurlijk wel, want die kip heeft gewoon te veel citroenen gegeten. Kippen lusten citroenen niet. Dat weet je niet. Ik weet het. Vroeger had ik een keer gezien dat een kat dit heeft... Mooi hoor. We hebben 2 dagen achter elkaar hetzelfde gegeten. Lekker toch? Is dat lekker? Niet hoeven koken. Als eten lekker is, mag dat. En hoe zien de pootjes eruit? Oranje. Hoe zien de pootjes eruit? Oranje. Oranje. Hier heb ik. Door welke ben ik het glas? In je glaasje water. Het is een echte paaskip. Ja. Tada! Doei. Ik heb al eentje af. Ja, maar Kione doet het anders. Ja. Kione doet eerst alle pootjes. Goed, hè? Is alles met 1 kleur. Maar ik doe dat niet, hè? Ik doe dat niet. Nee, ik ook niet. Ik doe eerst 1 voor. Ja. Ja. Oh, hij doet dat ook. Dan heb ik toch een speciale manier van kleuren. Wie? Vanmiddag lekker weekend. Hè? Mm-hmm. Ik heb kleuterschim vandaag. Kleuterschim? Kleuterschim? Ja.
Maar je bent toch geen kleuter meer? Nee. Dag, Sarah. Doei, doei. Doei. Tot vanavond. Quirino, zullen we eens vertellen wat jij gedroomd had? Om 2 uur 's nachts. Om 2 uur 's nachts. Zeg jij het maar. Moet ik het vertellen? Ja. Weet je het wel nog zelf? Ja. Ja? Nou ga ik het vertellen. Dag, Sarah. Vrijdagmorgen, 8 maart. Lekker vrijdag. Quirino had om 2 uur 's nachts gedroomd. Meerdere hebben het gehoord dat zijn school in brand stond. En ja, hij zegt het was ook echt zo. Het was precies zijn school en zijn klaslokaal. En hij was nog binnen. Dus dat was vannacht gebeurd. We hebben hem tussen ons ingepakt. Maar we hebben maar een klein bed van 1,40. Past niet echt met ons drietjes, wel gezellig. Yeah. Dus gelukkig, gisteren had Quirino een astma-aanval. Heeft hij goed zijn medicijnen genomen. En ik vind hem vandaag alweer helemaal picobello in orde. Hij ruggelt niet meer, hoest niet meer. Dus kan gewoon lekker naar school. Goedemorgen, Feder. Goedemorgen. Ik mag vandaag 5 kilometer gaan rennen. Oh. Dat is toch echt wel zo'n mijlpaal. Dat ik denk, wauw. 5 kilometer. Dus dat gaan we vandaag zien. En buiten is het nog koud, want Sarah had de muts en de handschoenen aan. Jij hebt je verfoutfit aan. Ja, ik heb mijn verf. Alle studenten in de klas vegen ook de handen aan jouw broek. Ja. En, ja, ja. Pak. Ja, maar dat werkt wel echt handig. Goed. Iedereen mag daar de handen aan afvegen. Ja, want dat is je verfbroek. Ja. En heb niemand een verfbroek en t-shirt? Nee, nu nog niet. Maar ze gingen het allemaal rollen zo van haar. Ja, het was toch wel een idee, hè? Nou ben ik aan het denken. Dit heb je van een abonnee gekregen, hè? Oh-oh, oh-oh. Ga even. Oh-oh. Dat denk ik toch dagelijks mee. Lieve abonnee, want ik weet dat zij nu ook nog de vlogjes kijkt. Maar ze kennen ons heel goed. Ik denk dat ze het ons vergeeft dat dit je... Zo. Ja, je verf tenuutje is geworden, hè? Nou, kijk vandaag gezellig met ons mee. Hartstikke idee. Dankjewel. Goed zo. Wat heb jij? Milk and fruit. Dat is Engels. Ja, dat is Engels, hè. Kun je het ook vertalen naar het Nederlands, Quirino? Als je dit... Melkfruit. Ja, melkfruit. Goed zo. Nou, spannende dag voor mij. Want ik ga vandaag 5 kilometer rennen. Maar ik sta even met mijn jas aan. Want het is nog vroeg 7:45. Het is buiten goed koud. 7:45. Ik heb mijn jas aan. Want ik ga even een brooddeegbal naar mijn moeder brengen. Die gaat vandaag bakken met brooddeeg. En ze heeft gevraagd of ik zo lief wil zijn om even die brooddeegbal te maken. En dan maakt zij de taart verder af. En dan doen we hem weer splitsen. Doen we hem delen door 2. Nou, vorige keer heeft zij de rijstepap gemaakt. Heb ik de rijstevlaai gemaakt. Heb ik hem weer gedeeld en een halve vlaai naar hun gebracht. We lopen over en weer. En we helpen elkaar dus met bakken. Alleen, die deegbal is mooi gelukt. Die staat hier op de verwarming te rijzen. Maar het is koud en ik moet 2 straten verder. Dus ik ga hem even lekker inpakken. Dan breng ik dat even naar mams, dan kan zij lekker gaan bakken. En dan ga ik lekker rennen. Daarom heb ik mijn jas aan. Met liefde. Met liefde. Zullen we even spieken? Nou, dan moet je even door de kou. Hop. 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 En dan ga ik dadelijk even mijn shake maken. Maar die is wel over datum. Die is 1 jaar over datum. Maar ik wil hem toch graag even opmaken. Vind ik zonde om weg te gooien. En ik ben er nog niet ziek van geworden. Dus laat maar gaan. Nou, we gaan even met jou lopen. Nou, brooddeeg is veilig overhandigd. En dan kan mijn moeder gaan bakken. Ik ga rennen, ik ga even mijn shake klaarmaken en ik heb dus een rode beker van de Action. Maar daar kun je heel slechte maatstreepjes in aflezen. Dus dat is geen aanrader. Let erop als je zo'n shake beker koopt, want door de kleur zie je niet waar je met je water moet zitten. En daar zit ik eigenlijk altijd een beetje mee te kijken. Want ik wil graag 200 water
Maar ja, dat zie je hier helemaal niet goed. Ja, en zo wel, maar dan heb ik hem natuurlijk scheef. Dus ik denk dat dit wel goed is. En dan een lepel van mijn poedertje. Hoppatee. Guy zegt, deze moet er eigenlijk op. Dat heb ik nooit gedaan. Dan zou je die beter moeten shaken. Oh, het is koud. Het is koud. Ik ben nerveus. Ik ben al 2 keer gaan plassen. Ik ben nerveus voor mijn 5 kilometer. Ik ga proberen om de kilometer even te zeggen. 1 kilometer, 2 kilometer. En ik ga lekker beginnen. Ik heb goed opgerekt. En let's go. Ik bof wel, want ik voel dat ik fit ben. Dus dat is goed. Nou, ik heb de eerste kilometer. Hartslag 175. Geen idee. Op naar nummer 2. Kilometer, hoppa. Ik ren een rondje op de atletiekbaan en dan ga ik er weer vanaf. Op naar 3. Ik heb er 3, maar ik ben een tempo aan het zakken, want het begint wat zwaarder te worden. Op naar 4. Oh. Deze weg heet de Marathonweg. Ik pak de Marathonweg. Ik wist niet dat dit de Marathonweg was. Op naar 4. Ik ga een rondje op het voetbalveld. Een rondje voetbalveld. Oei, oei, oei. Oh, dat loopt lekker. Kunstgras. Oh. Oh, wat is zo'n veld groot? Nee, dat is te ver. Nee. Dat is te ver. Ik ga terug. Nog 100 meter. En ik ga even een tandje bijzetten. Want ik heb best hard gelopen. Hop, hop, hop. Ah, ik heb ze. Ik heb ze. Yeah.
6 minuten. Totaal 30 minuten 48 seconden. 5 kilometer. Hartslag 175. Dat was ver. Wauw. Ja, volgens mij is de hartslag van mij te hoog. En mijn bril blijft afzakken. Die handschoenen, die werken ook niet mee. Oh. Yes. Op naar mijn shake. Nou, hij, puf, ik ben thuis. Nou, het ging goed. 5 kilometer in de benen. Goed zo, 5 kilometer in de benen. Ja, daar ben ik echt wel trots op. Het ging ook goed. Ik vond het wel super zwaar, maar dat is ook logisch. Als je dat niet gewend bent, is dat zeker zwaar, die eerste 5 kilometer. En ik dacht, ik doe even een rondje over het voetbalveld. Nou, ik heb echt niks met voetbal. En chapeau, ik heb respect voor alle voetballers. Ik wist niet dat het veld zo groot was. Dus dat rondje heb ik ook helemaal niet gemaakt. Ik denk, nee, ik draai om. Terug, hekje uit naar buiten. Ja, super. Ik ga even douchen. Ik krijg straks een vriendin op de thee. En ik zie dat de tijd ietsje sneller gaat dan dat ik zelf had berekend. En natuurlijk, als het aantal kilometers natuurlijk steeds iets verder worden, ben je ook langer aan het rennen. En het is nu al bijna 10 uur. Dus ik ga even snel douchen. En dan krijg ik een vriendin op de thee. Ze drinkt geen koffie, dus op de thee. En Sarana, die had net geappt. Hey jongens, ik ben mijn pennenmap kwijt. Maar die ligt gewoon thuis, dus is hem niet verloren. Kan ook niet, want ik heb nog nooit zo'n grote pennenmap gezien. Jeetje. Die arme pennenmap, die is helemaal volgeduwd. Alles plakt. Wordt gebruikt, zullen we maar zeggen. Nou Saar, wat zit er allemaal in? Nou, hup, de douche in. Ik heb het Sarana laten weten dat hij veilig thuis is. Lekker de vrijdag beginnen. Nou, de ochtend is echt voorbij gevlogen. Ik ga nog even snel kleine gezonde appeltaartjes maken. En niet van gewone bloem. Ik bak eigenlijk altijd met gewone bloem. Maar ik ben nog even snel naar het plus gerend. Want daar moest volkoren tarwebloem in. En yoghurt en appeltjes en rozijntjes. Nou, ik ga die nog even snel in de oven zetten. En dan ga ik samen met Damien een boterhammetje eten. Ik ben nu de appeltjes aan het schillen. En ik ga dat doen in van die kleine vormpjes. Die heeft Sarana een keer gekregen. Die zijn nog helemaal nieuw. Hier ben ik voor gaan rennen. Voor het verkoren tarwemeel. Kopje koffie voor mij. Deze is dadelijk voor Leo. Want die was niet echt heel erg aangenaam. Die is een beetje soppig. Die mag jij hebben. Die doneer ik aan jou. Een appeltje voor de dorst. Hop. Dan heb je ook wat te doen. Hè? Moi.
had geknoeid met het eimengsel erbij te gooien. Mijn slagmengsel is klaar. Ik ga het in de vormpjes gieten en dan gaat het in de oven. Zo is het geworden. Hier ging het mis. Dat mag, hè. Dat mag. Ik heb wel een klein beetje honing erin gedaan. Om rustig aan een gezondere smaak te wennen. Dit is gewoon natuurzuivere honing. Echt maar een klein mespuntje voor een beetje zoetigheid eraan te geven. Het ziet wel lekker uit. Een soort pannenkoekenbeslag met havermout. En volkorenmeel. Wauw. Wauw, wat gaan jullie goed. Oh, ze zijn echt mooi. Wauw. Wauw. Wat zijn jullie mooi. Jij bent laat. Ik ben laat, ja, dat klopt. Ik had een probleem. Ik zet mijn fiets altijd in een overdekte stalling neer. Ja. Die je afsluit, ja. Dat die veilig staat. Maar het is mooi weer. Dus al mijn collega's dachten, we gaan op de fiets. Ja. Dus het hok stond ramvol met allemaal fietsen. En ik had mijne netjes achteraan, die had helemaal achterdoor mooi recht bij de anderen. Ik kwam er niet uit. Maar die na mij, die hadden de fietsen gewoon in het pad, waar je normaal loopt met de fiets, stonden ze zo. En dan had iemand een hele grote scooter, had hem gewoon dwars in het pad gezet. Dus ik kon geen kant meer op. Ik kon niet eens door dus bij. En toen ben je eerst naar binnen moeten gaan. Ben ik vragen. Eerst naar binnen gegaan. Naar de manager. En die is met mij samen komen proberen om alles op te tillen en te schuiven. Ja. Ja. Sommige mensen dan denk je echt. En er was gewoon plaats. Ze hadden hem gewoon recht kunnen neerzetten. Nee, ze zetten hem schuin in het pad. Ja. Mm. Nou, je bent er. Ja. Hè? Weekend. Yes. Ik heb een boterhammetje gegeten en ik ben even aan het kijken op mijn gsm. Wat heb ik nu vanmorgen precies gerend? En ook de gsm is trots. Ja, ja, want je zegt, hey, je hebt 5 kilometer gerend. Proficiat. Kijk eens hier. Je eerste 5 kilometer hardlopen. Leuk, hè? Leuk, hè? En dat heb ik gedaan op een half uurtje. 31 minuutjes. Dat is best wel snel. Voor mij is dat best wel snel. Voor mij is dat best wel snel. Ik heb ook, moet ik zeggen, een beetje gas gegeven. Want als je dat dus omtelt, dan zit je dus op 10 kilometer per uur. En als je dan 40 zou moeten, dan ben je 4 uur onderweg. En dan heb je nog die laatste 2 kilometer. Maar goed, dit ga ik natuurlijk nooit 40 kilometer volhouden. Maar ik ben alweer aan een vooruit aan het denken. Oh, erg, hè. En ik kan het niet delen. Ik wil het zo graag delen in de WhatsApp-groep van ons gezin. Ik ben gewoon trots. En dan denk ik, zal ik het delen? En dan denk ik, nee, ik ga het niet delen. Want ik blijf het niet eerlijk vinden voor Guy. Want Guy kan helemaal niet lopen. Guy kan helemaal niks. Dus ik deel het ook niet. En daardoor vind ik het ook moeilijk om het te delen met jullie. Het voelt zo egoïstisch aan. Het voelt zo dubbel aan. En anderzijds ben ik ook weer trots. Dat dus. Dat dus. Nou, Damien is even met zijn horlogebandje naar opa. Zijn horlogebandje is overgegaan. Kijken of opa dat kan fixen. En ik ga eens kijken of ik mijn gebak uit de vormpjes kan krijgen. En dan ga ik even met de was verder. En het wordt vandaag ook nog even buiten zitten, want het is me toch lekker. Ik heb overal de ramen open. En ja, ik ben trots. Jij bent naar opa gelopen omdat jouw horlogebandje over is? Ja, die is stuk. Dus die gaat hij nu dus plakken of maken of zo zegt hij. Dus. Ga ik je repareren. Ja, en ik heb vla en soep. Kijk, dat was mijn brooddeeg. En daar is hij mee getoverd. Kruisbessen en zwarte pruimen? Of ja. Niet? En soep. En soep. Wij noemen dit tuttekessoep. Maar in het Nederlands is het kervelsoep. Oh, kervelsoep. Ja. Kervelsoep. Damien, ja. Ik heb vanmorgen 5 kilometer gerend. Zo, knap hoor. Knap, hè? En weet je wat zo leuk is? Mijn gsm vindt dat ook knap. Kijk, mijn gsm zegt dan, kijk, die eerste, die heb je in de pocket. Ja. Leuk, hè? Zeker. En hier staan er dus nog naast. Ja. Maar ja, die komen misschien ooit. Ja.
Deze vormpjes, die laten perfect los. Dat ging echt zonder moeite. Ik kan het even laten zien. Maar, je hebt altijd een maar. Deze, met papiertje, dat gaat dus niet. Dus, ik dacht dat dit een slimme oplossing was. Terwijl deze, gewoon loslaten. Kijk. Ja. Ik kom niet uit. Je bent lekker gedoucht. Ja. Maar je hebt eczeem, uitslag. Ja, tegenwoordig echt heel veel. Maar ik weet niet, misschien door de nieuwe medicatie. Nieuwe medicatie. Gisteren zelf gespoten, hè? Ja. Ja. Al. Het is gelukt. Het is gelukt. Het is gelukt. Ja. Maar wel knap. Wel knap. Kiona heeft de ziekte van Crohn en ze heeft geleerd hoe ze zichzelf een medicatie kan zetten. Ik weet even niet hoe het heet. Een injectie. En gisteravond toen iedereen naar bed was, althans de kinderen, was een uur of 10:30, zegt ze, nou, nog gaan we dat doen. En het was toch nog wel spannend. Het ging eigenlijk heel goed hoor, want ze heeft meegeholpen gewoon in het bovenbeen. Maar daarna komt dan toch die ontlading en ze zegt, oh, ik voel me niet lekker. En dat heeft nog lang geduurd, hè. Ja, bijna een uur met de emmer, wild op de bank. Maar... medicatie zit erin. Precies. Maar ze zegt al, ze heeft tamelijk veel uitslag en eczeem. En je was vannacht ook niet zo heel lekker, hè? Nee. Maar goed, koffietijd. Gie zich lekker douchen, vrijdagmiddag. Ik mis één sok. Geen idee. Daar is Veerder. Hallo. Dag Veerder. Dag. Lekker weekend. Ja. Ja, de deuren slaan een beetje omdat we alles open hebben staan. Damien heeft hier een heel leuk... Ja, vier. Weet jij van welke serie? Ja, ik heb het al gehoord. Oh, ja. Je hebt het al gehoord. Ja, die is van Mr. Bean. Ja. Die is leuk. Het autootje van Mr. Bean. Ja. Ja. Nou, niet van Mr. Niet Bean van zelf. Mr. Bean. Oh, ik weet het niet, want ik ken hem niet. Mr. Bean zelf heeft een Mini. Een Mini Coupe. Ja. Maar deze driewieler komt hij altijd mee in... en als je hem tegenkomt, of hij duwt hem om, of hij gaat in de... of hij rijdt ergens in deze, er is altijd wel iets mee. Leuk hè? Ja. En hij rijdt dus op drie wielen. Een driewieler. Ja. Een driewieler. Leuk. Ging het goed op school? Ja. Super hè? Super. Nou, we zitten buiten in de achtertuin om het hoekje. Heerlijk. Oh, lekker. Ja. Ik heb wel een trui aan, geef een t-shirt. Heerlijk. Dat is het enige verschilletje. Maar ik heb het ook niet zo snel koud, hè? Beentje hoog. Weekend. Oh. En dan kom je thuis en dan... oh, ruik je die lekkere dingetjes allemaal. Heerlijk, dat is pas weekend, hè? Ik heb 5 kilometer gerend. Nou, ik ben zo trots op jou, zo jaloers. Ik kan het me zo goed voorstellen. Oh. Ik had dat zo graag samen willen doen. Zeker. Ik hoop dat ik zo snel weer aan de slag ben, maar ik moet niet te snel gaan. Want dan heb ik een probleem. Vliegtuig. Werk, vliegtuig. Nou, dat is voor de TFAF, hè. Dat zijn die rijke mensen allemaal, hè. Oh, mijn zus gaat naar de TFAF. Ja, echt waar? Ja. Oh, ja. Zeg net voor de rijke mensen. Maar die gaan alleen maar kijken, deze komen kopen. Ja, mijn zus zegt zo leuk, ik ga naar de TFAF. Ik denk, je gaat naar de TFAF, ja. Ja, alleen dat kaartje was al €45 volgens mij. Ja. Nee, daar hoef ik niet naartoe. Nee, ik ook niet. Nee. Dus, en verwacht ik op Sarana die zo thuis zijn. Sarana komt ze thuis en krijgen we wraps. Oh, lekker. Dan blijven we nog even lekker zitten, hè? Jazeker. Kijk eens hier. Het is lente. Heerlijk. De jongens zijn voetbal op het pleintje. Ja, dan stampen ze niet eroverheen. Ja, anders moeten ze steeds die bal halen. Ja. Doei doei. Lekker. Je hebt een pilsje. Ik heb een pilsje. Een afvliegen. Oh, er zit geen dopje op. Ik heb een dopje nodig. Een dopje? Dan had je dat eerder moeten zeggen, dan had ik een flesje gepakt. Oh, een bierdopje. Ja. Ja, want je had een flesje. Morgen. Mijn miniatuurgebouw. Morgen, moet je morgen weer moet een flesje. Moet je morgen even zeggen. Ja, is goed. Ik offer me op. Ja, oké. Kiona heeft een miniatuurgebouwtje, hè? Ja. En dan heb je van alles van afval nodig. Ja. Dus een dopje van jouw flesje. Ja, je kunt ook een lipje hebben.
Daarom heb ik een hele verzameling. Ik wil er wel nog iets mee gaan doen. Ik heb er echt heel veel boven liggen. Hey, wacht. Ja. Doei doei. Doei doei. Smakelijk. Op het weekend. Op het weekend, ja. Huh? Proost, zeggen we dan. Een blond biertje. Proost. 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 Dan moet je drinken. Oh. Dan moet je drinken.